Goedemorgen op deze woensdag, de 3 mei 2023. Wij staan hier aan de Ien in Koefstein. En ja, waar gaan we vandaag heen? Wij gaan vandaag naar vesting Koefstein. Dus hier vanaf de snelweg zie je altijd prominent liggen. En wij dachten vandaag, het is nog een beetje bewolkt, wij gaan eens even daar kijken. Nou. Ja, en door Koefstein, daar stroomt natuurlijk de Ien. En als je daar in de verte kijkt, zie je de A10, de Ientalautobaan. Ja, en dat viaduct waar de vrachtwagens overheen rijden nu, is heel veel jaren geleden is dat viaduct een keer verzakt geweest. Dat hebben ze toen weer helemaal gerenoveerd. We staan hier bij de vesting. En daar is dus ook een tandradbaan die je omhoog brengt. De vesting. En vlak bij de vesting, daar hebben we ook het raadhuis van Koefstein. Heel mooi oud gebouw. En zoals zo vaak in Oostenrijk, een heel hoop beelden. Mooie gebouwen. En natuurlijk in een vesting heb je ook een wapenkamer. Ik probeer boven de orgelmuziek uit te komen. Vesting Koefstein werd dus ook als gevangenis gebruikt. Ze hebben hier ook een hele verzameling opgezette dieren. Vogels, muizen, van alles wat er hier in Oostenrijk allemaal rondloopt en rondvliegt. Steenarend, ja, die is ook groot. De das. Hertjes, gier, uilensoorten, ja. Van alles dus. Ja, en waar je nu met een modern treintje naar boven komt, daar werd vroeger gewoon het grote rad, daar moest iemand in rondlopen en dan werd er wat omhoog getakeld. Voor de mensen die niet wilden luisteren of bij een verhoor niet wilden praten, hadden we natuurlijk ook nog wel een folterkamer. Dus daar gaan we ook even kijken. Nou, hier heb je een aantal foltermethodes. Nou, gelukkig die tijden zijn geweest, in ieder geval in het Westen. En hier op vesting Koefstein worden ook voorstellingen gegeven. Er is hier een podium, een groot soort tentdak wat dicht kan. En daar zullen voorstellingen gegeven worden.
deze tunnel die werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog, of ook gebruikt in de Tweede Wereldoorlog, om veilig van de ene kant van de vesting naar de andere kant van de vesting te komen. Ook een vesting die heeft een waterput. Nou, die is hier. En die is best wel diep. En die is met de hand gegraven. En door middel van dit rad werd het water omhoog gehaald. En het water werd uit het put omhoog gehaald. Dat werd dan hier in deze goot gestort. Dat water kwam dan hier in deze bak. En hier heb je een hele oude houten pomp om het op te pompen. Hier buiten kon je dan pompen en dan kwam hier het water uit. Er is hier ook het heldenorgel, en altijd om 12 uur, dus dat is wat we hoorden dat we hier kwamen, wordt dit orgel gespeeld. Het is het grootste orgel van de wereld, het vrijstaande orgel van de wereld. En na het bezichtigen van het Fort Koefstein sluiten we natuurlijk de dag af met een lekkere warme appelstoedel op het terras. Nou, het is echt een aanrader om daar eens te gaan kijken. Het ziet er erg mooi uit, je hebt mooi uitzicht op de stad. Dus wij hebben ons wel vermaakt. De groeten!